Guus, gefeliciteerd. Ten eerste met de overwinning. Ja, dankjewel. En wat nog veel belangrijker is misschien, je hebt niet zo heel veel gescoord nog voor AZ, maar al helemaal niet in het AFA-stadion. Nee, precies. Mijn eerste goal in het AFA-stadion, dus daar ben ik voor mezelf eigenlijk blij mee. Ik ben natuurlijk ook blij met de 3 punten, dat we weer een wedstrijd hebben gewonnen. En daar gaat het tenslotte om, maar voor mezelf is het een mooi pluspuntje. En het leek een enorme bevrijding zoals je hem vierde. Ja, precies. Ja, ik was er erg blij mee, want ik heb wat minder momenten gehad, het goede momenten. En dat viel hij ook net niet. En ik heb hier ook wel wat kansen gehad in het vorige seizoen om eerste te maken hier. Maar die wou er allemaal niet in. En nu vliegt hij eindelijk trainen. Ja, er was iets met het doel. Hij wilde gewoon niet in de paal, lat, alles geraakt. De doelman. Maar... Ja, precies. Maar nu zat hij goed terug. Wat kunnen we nu verder weer verwachten van Guus Hupperts? Nu je zelfs in het AFA-stadion scoort. Ja, nou ja, ik blijf gewoon zo doorgaan. Ik blijf gewoon hard vechten voor mijn plaats. En als ik inval, dan probeer ik wat het beste te laten zien, zoals altijd. En ik hoop dat ik nog veel doelpunten mag maken. Zit je nu ook lekkerder in je vel dan vorig jaar, toen je de overstap maakte natuurlijk uit het vertrouwde Limburg naar Alkmaar? Speelt dat ook mee? Ja, dat zeker. Maar ik denk dat ik nu wel weer een beetje op niveau terugkom. Sinds het begin van het seizoen ben ik wel wat lekkerder gaan voetballen. Maar toen draaide het team ook nog niet zo goed, maar ik denk dat ik er nu beter mee om kan gaan en dat is toch allemaal wat makkelijker geworden. Je eerste goal is in het AFA-stadion, maar hoeveel goals kunnen we verder van Guus Hupperts verwachten dit seizoen? Ja, ik hoop zoveel mogelijk. Kun je een aantal? Nee, ik zeg geen aantal. Ik ga er gewoon, ik ga voor zoveel mogelijk en ik weet niet, we zullen zien. Geniet in ieder geval van de aandacht en natuurlijk van deze schitterende goal. Ja, dankjewel. Kom.